De narcotica-brigade en het arrestatieteam heeft afgelopen dinsdag invallen gepleegd in 3 afzonderlijke woningen, te Kwata en aan de Hoge Straat. In een van de woningen, te Kwata, zijn vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen. Het gaat om een wapen dat bekend staat als de Dragon, die is voorzien van een magazijnhouder waarin maximaal 12 jachtpatronen geladen en afgevuurd kunnen worden. De politie nam ook nog een vuistvuurwapen, munitie, goudstaafjes en geldbedragen in euro's, Amerikaanse dollars en SRD in beslag. De 45-jarige huisbewoner Victor B. en zijn vrouw zijn aangehouden. De vrouw is later heen gezonden. In de woning aan de Hoge Straat zijn er 3 mannen met de Dominicaanse nationaliteit aangehouden en in verzekering gesteld wegens overtreding van de vuurwapenwet. De 2 andere Dominicaanse mannen zijn door de vreemdelingendienst ingesloten. In de tweede woning te Kwata heeft de narcotica-brigade samen met het arrestatieteam 4 Surinaamse mannen aangehouden en in verzekering gesteld. In de woning is een snelvuurgeweer en een vuistvuurwapen met munitie aangetroffen en in beslag genomen. Daarnaast is ook een kleine hoeveelheid drugs en verpakkingsmateriaal. De afdeling voorlichting van het KBS.